Een woordvoerder van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team noemt het een emotionele achtbaan. Hun werkzaamheden in Turkije. Dagenlang zochten ze bijna onafgebroken naar overlevenden tussen het puin. Tot vandaag. We komen volgens USAR in een andere fase. En dat vraagt dus ook om andere hulp. Het Nederlandse reddingsteam verlaat vandaag het getroffen gebied. Ze vliegen vervolgens naar een onbekende locatie om te herstellen van deze ingrijpende week. En dan zullen ze donderdag landen op de vliegbasis Eindhoven. Dagelijks brachten ze ons op de hoogte van hun werkzaamheden middels een videoboodschap. Zojuist voor de laatste keer. Als Nederlands reddingsteam zijn we op dit moment onze spullen aan het inpakken. En we zullen vandaag beginnen aan onze reis naar huis. Net als onze queer het reddingsteam uit Oostenrijk. En we gaan met een heel een dubbel gevoel op pad. We hebben als reddingsteam veel kunnen doen. We hebben 12 mensen levend over het puin vandaan kunnen halen. Maar daar staat onbeschrijfelijk veel leed en verdriet tegenover wat we hier hebben ervaren. Wat we hebben gezien, wat we hebben gehoord. De slecht nieuwsgesprekken die we met families moesten voeren omdat er geen hoop meer was of omdat we niets konden betekenen omdat het te gevaarlijk of te complex was. Het zijn ervaringen die we als team denk ik altijd met ons mee zullen blijven dragen. Ja, u hoorde het wel even zeggen, het Urban Search and Rescue Team wist 12 levens te redden. Waarvan dat van een 8-jarig jongetje afgelopen vrijdag dat al 106 uur onder het puin lag. Ja, een diepe buiging lijkt me voor deze mensen die dit werk doen. Zeker. Dankbaarheid overheerst ook daar. Hè. Ik las ook dat ze mandarijnen plukten en gaven thee, eten, drinken. Dat geldt ook voor de overige rescue teams. Er zijn echt een aantal grote, ervaren rescue teams. Het Israëlisch team is bijvoorbeeld ook destijds geweest in Izmit in 1999. Mm-hmm. Azerbeidzjan heeft heel veel geholpen. Griekenland met een groot team en nou, goed, tientallen landen uiteindelijk. Ik denk ook dat het gewoon goed nodig was en is nog steeds eerlijk gezegd. Ja, maar we komen nu dus in een andere fase, hoorden we hier net. Wat kunnen we doen in die fase? Nou, het is, levende zul je weinig tegenkomen. En op het gebied van bergen van mensen heeft Turkije iets meer ervaring. Dus daar zal de focus voor nu op liggen. Maar wel belangrijk is, hoe zorg je dat die mensen geëvacueerd worden? Dat is voor een deel gebeurd. En hoe zorg je dat de mensen gewoon toch hun leven elders in het land kunnen oppakken? Er is bijvoorbeeld gekozen voor afstandsonderwijs. Nou, de oppositie van de regering van Erdogan die is daar zwaar op tegen. Om toch te proberen. Kijk, als je geen huis en haard meer hebt, is het begrijpelijk. Maar als je daar buiten woont, het hele land is afstandsonderwijs ingeroepen nu. En er wordt gezegd van ja, laten we dat niet zoals corona aanpakken. Het is ook wel belangrijk om gewoon je leven weer op een bepaalde manier op te kunnen pakken. Daar is men bij gebaat om zo snel mogelijk alles toch weer te kunnen doen.